it to me one more time. Once is never enough with a girl like you. Oeps. Ja. Ja, laatste dan. Weet je wat nou is? Vincent zou Vincent niet zijn. Als Vincent niet is, zo nu en dan uit die vijfde dimensie stapte. Om zich hier eens even in het maatschappelijk debat te roeren. Te mengen. Te bewegen. Het maatschappelijk debat. Ja. Ja. Dat heb je goed gezien. Hij wiebelt een beetje. Hij wiebelt een beetje en dat komt omdat ik... Ik maak wel eens filmpjes in de auto, zoals jullie misschien wel weten. Maar ik krijg dan heel vaak commentaar van... Ja, Finn, handje aan het sturen. Doe even normaal, man! Handje aan het stuur! En, nou ja. Ten eerste, ik ben niet iemand die zijn handen niet aan het stuur houdt. Ik vind het zo fucking asociaal, man. Dat doe je gewoon niet, weet je. Maar, om alle schijn weg te nemen, heb ik even zo'n ding gehaald. Maar ja, hij wiebelt. Dus dat is de keerzijde ervan. Dus ja, neem het voor lief. Of hou gewoon je bek, weet je wel. Hij wiebelt. De camera wiebelt. De auto niet. De auto wiebelt niet. Weet je. En ik ook niet. Ik wiebel ook niet. Althans, nu niet. Ik wiebel wel eens. Maar nu niet. Nu wel. Maar nu niet meer. De camera wiebelt. Oké. Okay? Maar goed. Daar, het maatschappelijk debat. Het maatschappelijk debat. En waar gaat dat dan over heden ten dagen? Dat... maatschappelijk debat? Nou jongens, dat gaat al even niet over waar het over hoort te gaan, in ieder geval. Hoe we in een wereld kunnen leven in harmonie met de natuur, in harmonie met elkaar en de technologie. En nou goed, maakt allemaal niet uit. Daar gaat het in ieder geval niet over. Waar het wel over gaat, jongens en lieve meisjes, de backpamper. Jawel, een backpamper. Wie had dat ooit gedacht? Dat, ja, vroeger, nog niet zo heel lang geleden, lieve jongens en meisjes, was een backpamper iets wat je bij de tandarts zag. En in een ziekenhuis. Maar nu, anno 2020, oktober 2020, willen de mensen die het zo goed met ons voor hebben, die willen heel graag dat wij allemaal met een backpamper op ons eigen gaan lopen. Nou ja. Wij willen dat allemaal niet natuurlijk, want we zijn geen mogoltjes. Ten eerste is er niks aan de hand. Ten tweede werkt het niet tegen wat er zogenaamd aan de hand moet zijn. En ten derde is er een brede maatschappelijke consensus dat je er best wel ziek van kan worden. De backpamper. Daar gaat het nu over. Ja, en jeetje zeg, hé. Hey. Maar goed, daar wil ik het niet over hebben. Ik heb er eens even een analyse op losgelaten. En ja, je hebt dus nu een aantal mensen die ermee rondlopen. Een deel niet vrijwillig, een deel gedwongen. Op een hele sneaky, jammere manier zijn die dus gedwongen. Stel, je moet naar je werk met het openbaar vervoer. Of je komt op school en een of andere mogol zegt tegen je van... ja, jij moet een backpamper op. Of in winkels gaan ze nu ook afdwingen. Weet je, what the fuck man. Maar goed, de backpamper. We kunnen het ook kankerding noemen, weet je. Dan weet iedereen gelijk waar we het over hebben. Maar goed, er zijn dus ook naast de mensen bij wie het wordt afgedwongen. Op een of andere hele sneaky, jammere, zielige kut manier. Want het is niet van, ja, we gaan jou nou een backpamper opzetten. Waar je dan een soort van respect voor kan hebben. Omdat je dan kan zeggen van, joh, ben je niet lekker. Nee, we gaan op een hele sneaky, jammere manier. Gaan we het een soort van... weet je, bij je broeders en zusters neerleggen. Hè? De verantwoordelijkheid bij iemand anders neerleggen. Stelletje lafbekken. Maar goed, de backpamper. En dan heb je dus mensen die er een soort van gedwongen worden. Maar je hebt ook mensen die dus vrijwillig met die backpamper op hun bek rond gaan lopen.
En dan denk ik bij mezelf van ja, wat is daar dan aan de hand, weet je wel? Wat is er met die mensen aan de hand? Nou, dat zou ik je vertellen wat er met die mensen aan de hand is. Die mensen, die zijn zo fucking hard in hun hoofd geneukt. Die zijn zo ontzettend bang. Die denken echt dat er een of andere fucking zombie apocalypse aan de hand is. Dat er mensen bij bosjes op straat doodgaan, maar zij zien ze alleen niet, weet je wel? Dat is wat die mensen denken. Ik weet niet wat. Maar goed. Die denken dat er dus... Die zijn bang, weet je? Die zijn helemaal gebrainwashed. Maar goed, die mensen dus, die lopen dus vrijwillig met zo'n ding op. Maar goed, iedereen weet dat het niet werkt. Dat het nergens over gaat. En daar had ik het dus laatst over met een dame die bij mij in de winkel zat. En die is arts. En die zegt, maar... En dat is dus wat ze dan nu is. Het werkt misschien toch wel een heel klein beetje. Alle respect hoor, voor een hele leuke meid. Maar... Het werkt misschien wel een heel klein beetje, en dat is natuurlijk wat ze dan gaan zeggen. Het werkt een heel klein beetje, heel misschien voor de ander. Weet je? Dat de ander niet onder jouw roggels en fluimen en al het slijm wat er uit je bek komt zeilen de hele dag. Dat die daar niet onder komt te zitten, weet je wel. Nou ja, ik kan me nog wel inderdaad herinneren voordat die hele discussie ontstond. Ik was de hele dag iedereen in de bek aan het spugen. En niet omdat ik zo'n teringhekel aan ze had. Maar gewoon omdat ik zoveel respect voor de mensen had. Was de hele dag... Tf, en hier, kut hoor. Dat is wat ik deed. Maar goed, dus dan moet het zogenaamd daartegen beschermen. Maar dan heb je dus een andere groep. Gelukkig het gros van de mensen... Die bij zichzelf denken, joh, kanker, straal lekker op met je backpamper. Doe even lekker normaal, zet zelf lekker een backpamper op. Laat mij lekker met rust, met je kanker onzin. Die mensen dus. Die denken bij zichzelf, ja, ik geloof het allemaal wel. Nee, dat denken ze niet. Die denken dan juist van, joh, ik geloof het allemaal niet. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Dus, dan zit je met een situatie waarin er dus doodsbange mensen... zichzelf ziek lopen te maken door middel van een backpamper... om de mensen te beschermen die het allemaal geen ene kuttering interesseert... en die niet bang zijn om ziek te worden. Dat is een hele rare situatie, lieve mensen. En dan ga je natuurlijk ook daarna krijgen van... ja, ik loop al een paar maanden van nul met zo'n backpamper op mijn hoofd. Ik ben hartstikke bang en de mensen die hebben er gewoon schijt aan. Jij moet eigenlijk voor mij een backpamper opzetten, want ja, misschien spuug je dan niet in mijn bek. Weet je, nou, zeg jij maar, ik vind het allemaal redelijk ridicuul. Weet je, ik dacht dat ik een mogol was. Maar dit slaat echt alles. Die twee gasten die spannen echt de kroon. Dus petje af daarvoor, maar goed. Nou ja, de backpamper. Hey backpamper, backpamper. Oh ja, ik zie het dan ook voor me, weet je, alsof... Ja, sorry hoor, ik ga nog even door. Over de backpamper. Weet je, als we allemaal zo'n ding zo graag op hadden willen hebben... dan hadden we toch al duizenden jaren lang hadden we dat gedaan. Oh, Tina, kijk maar eens even lopen in mijn backpamper. Kijk eens hoe goed hij staat. Oh, ik vind hem zo mooi. Ik stop hem lekker in mijn kut. De backpamper. Hey, backpamper, back. Bring me back. Hey, back. Bring me back, pamper. Maar goed, ik heb dus even een analyse gemaakt. Geen dank. Hallo!